in de finale. Goed, Nederland gaat ervoor zitten. Karen Venhuizen uit Zoetermeer. Woont tegenwoordig in Heerenveen. Representing the Netherlands. Wordt getraind door Sylvia Holtes. En ook Neil Carpenter is er. De coach, fameuze coach, Canadees. En zowaar een Hollandse vlag. Karen Venhuizen. Ze begint aan haar 7e Europees kampioenschap. Is geblesseerd. Heeft een liesblessure. Daarom zult u ook geen Rietbergers zien. Althans, dat kregen we gisteren te horen. Na de training. Ze trainde goed. Zeker. Maar dat zal ze ook nodig hebben om zich te kunnen plaatsen. Andrew Lloyd Webber. Music of the Night. Dubbel axel goed. En de combinatie drievoudig toeloop, dubbel toeloop ook goed. Mooie combinatie pirouette. Drievoudig zelfschafheid passen ook goed. Ze gaat heel goed. Prachtige passenserie. Ingesprongen zit pirouette, verliest wat snelheid daarin. En besluit met de hemelpirouette. Karen Venhuizen, Nederland. Met er 1,72 meter, een van de langste vrouwen in dit deelnemersveld dat uit 40 bestaat. Zij moet rond haar persoonlijk beste score ooit schaatsen om zich te plaatsen voor de finale. Iets dat haar al 2 keer eerder is gelukt. Vorig jaar lukte het net niet. Toen werd ze 26e. Er gaan 24 vrouwen over naar de vrije kuur. 41,81. Ja, ik kijk natuurlijk naar Aardblok. En die zit jurylid te zijn en een beetje Nederlander. Of een beetje jurylid en Nederlander. Ja, als Nederlander hoop ik natuurlijk dat ze dat haalt. Jurylid ben ik kritisch. Ja. De kuur is goed, laten we dat voorop stellen. Heel goed. Prachtig op muziek. Hele mooie muziek. En daar mankeert helemaal niks aan. Pirouette hier daarna wat langzaam. Dat is bij haar zo. Maar goed, op zich goed uitgevoerd. Dan de sprongen waren goed. De passen waren er.
Je zou alleen kunnen zeggen, kijk, een drievoudige toe-loop en een drievoudige stealth-shove zijn wel de makkelijkste drievoudige sprongen. En we zagen het net bij Janet McCorkle, de drievoudige loots. En dat is de op één na moeilijkste drievoudige sprong. En daar zou ze het op kunnen verliezen, om het zo te zeggen. Maar ja, er moeten nog zoveel dames rijden en er hebben er al zoveel gereden. Dus het zal er om hangen. Maar dit was goed. Het is verzorgd. Ja, het is helemaal verzorgd, precies. En ik denk, als je praat over presentatie, ze is elegant. Ja. En ze, zoals ze rijdt, althans, zo zit ik ernaar te kijken, ze rijdt zeker. Ja, en ze zal in die presentatiecomponenten zal ze hoge cijfers krijgen. Ik verwacht toch wel in de 4. En nou, dat moet toch wel iets opleveren. Je hoort het. Neil Carpenter links. De technical element score. Hier komt de score. Karen Venhuizen met rechts Sylvia Holders. 27, 31. En 18-22. Ja. Ze gaat de persoonlijke prestatie dik, maar dan ook dik gaat ze verbeteren. 45.53. Karen Venhuizen. Ze staat volgens ons derde. Which brings her currently in the third place. Ja. Karen Venhuizen. Uitstekend gepresteerd. Zowat foutloos. Kijk, nummer 1. Nog eventjes. Maar ze doet mee en ze gaat gewoon naar die finale. Heel simpel.